De minister heeft bevestigd dat het aanvullend klimaatpakket, bestaande uit 122 maatregelen, maar liefst 28 miljard euro kost. En dit geld wordt uit het klimaatfonds gehaald, dat betaald wordt door de belastingbetaler. En opvallend genoeg zal zelfs bij het succesvol implementeren van alle 122 maatregelen de temperatuur op aarde slechts met nogmaals 0,000036 graden Celsius dalen. En als andere landen niet de juiste inspanningen leveren, dan investeren we dus 28 miljard met een totaal onzeker effect. Eén effect is wel zeker, dat dit geld niet besteed kan worden om mensen uit de armoede te krijgen of te halen. En om de toename van het aantal burgers dat gebruik moet maken van de voedselbank te beperken. En ondanks al onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, biedt de Nederlandse inzet sowieso geen enkele garantie dat hiermee de stijging van de zeespiegel en de toename van uitzonderlijke weersverschijnselen wordt voorkomen. En dit komt omdat Nederland niet kan bepalen wat de rest van de wereld wel en niet kan, wil en gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan of te beperken. En onze bijdrage hieraan is gering. De zeespiegel houdt geen rekening met de inspanning van een individueel land en zal zich daar ook niet lokaal aan aanpassen. Het is namelijk niet zo dat de oceaan links afslaat bij, laten we zeggen, voor het gemak Ierland, omdat die misschien meer uitstoot dan wij en dat de zeespiegel daar wel stijgt en de zeespiegelstijging Nederland dan voorbij gaat omdat we minder uitstoot hebben. Vanuit realisme en onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze bevolking kiezen we wat BBB betreft dan ook voor een tweesporenbeleid. Verduurzamen omdat alle beetjes helpen en onze bevolking beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het klimaat verandert. Dat zullen weinig mensen ontkennen. En hierdoor is er meer kans op extreme buien, hittegolven en droge periodes. En ook is de kans op overstromingen groter. De omgeving hierop aanpassen, bijvoorbeeld het verstevigen van dijken, heet klimaatadaptatie. Het kabinet voert dit al uit via de Nationale Klimaatadaptatiestrategie, de NAS, en het Delta-programma. Maar als de urgentie zo groot is, zoals hier steeds wordt voorgesteld, dan moeten we fors meer middelen hierop inzetten. En daarom komen wij ook met een amendement die ervoor zorgt dat klimaatadaptatie ook een bestedingsdoel wordt voor gelden uit het Klimaatfonds en dat minimaal 50% van de gelden uit het fonds ten goede komt van klimaatadaptatie. Voor maatregelen dus die ons beschermen tegen de gevolgen van een eventuele zeespiegelstijging of van overstromingen zoals in 2021 in Zuid-Nederland. En tegen verzilting van onze landbouwgronden zoals in Zeeland en de verdroging in de landbouw en de natuur en voor versterking van dijken. Voorzitter, daarmee kom ik op een ander probleem. En dat gaat over Zeeland. Zeeland heeft een groot zoetwaterprobleem. Er zijn eilanden waar niet of nauwelijks zoet water is. Op Schouwen-Duiveland wordt nu water aangevoerd met vrachtwagens vanuit het Zoommeer om teelten te redden en om ze verkoopbaar te krijgen. U zit al wel bijna aan uw tijd. En dat klopt, maar ik heb wat langer de tijd genomen. Ik heb geen interrupties gedaan, dus ik heb mijn tekst wat langer gemaakt. Ik geef me de ruimte, maar ook omdat het vooral de brede context is die ik natuurlijk bij iedereen heb toegestaan. Maar tegelijkertijd gaat hier wel over de wet. Dus ik zou wel willen verzoeken om dan wel ook die focus dan te houden, ook qua tijd. Zeker, ik lees gewoon voor wat ik hier heb staan. Zeeland, ik ga het even opnieuw doen. Zeeland heeft een groot zoetwaterprobleem. Er zijn eilanden waar niet of nauwelijks zoetwater is. Op Schouwen-Duiveland wordt nu water aangevoerd met vrachtwagens vanuit het Zoommeer om teelten te redden en om ze verkoopbaar te krijgen. En denk hier bijvoorbeeld aan de uienteelt waar zeeuwen toonaangevend zijn over de gehele wereld. En deze teelt lijkt onmogelijk te worden met deze zomers in Zeeland. En dit is een groot probleem voor de handel, verwerkers en het havenbedrijf, maar denk ook aan de innovatieve bedrijven en mechanisatiebedrijven. Juist bedrijven die willen verduurzamen. Zoet water in Zeeland heeft nog meer functies. Denk aan de natuur. Deze kan ook geen zoet water missen. En zoet water zorgt ook voor een weerbare plant waarbij minder chemie en kunstmest nodig is om deze te laten groeien. En ons voedsel raakt zo zachtjes aan op in de EU. De frietfabrieken vallen droog, want de oude oogst is op en de nieuwe oogst laat op zich wachten. En lijkt zeer klein te worden, maar ook de uienoogst is kleiner dan normaal en ook hier is de markt helemaal leeg. En we moeten onze landbouwgrond koesteren en zorgen met zoet water om de oogst te borgen. En dan kom ik erop, het zoet water in Zeeland moet komen vanuit de rivieren die uitwateren bij de nieuwe waterweg. En hier loopt massaal het zoete water in de Noordzee.
In Zeeland leeft de wens om een dam te bouwen om zout water buiten te houden en het zoete water tegen te houden, zodat we de zoetwaterstroom beter kunnen geleiden door geheel Nederland. Meer water naar het IJsselmeer, meer water naar het Zoommeer en inzetten op een zoete Grevelingen. De natuur in het Grevelingenwater is, horen wij uit Zeeland, de natuur in het Grevelingenwater is, horen wij uit Zeeland, helemaal dood. Onder de 3 meter is er geen leven meer in het meer en dit zou veel beter af zijn met zoetwater, wat doorstroomt door het meer en vervolgens uitwatert in de Noordzee. En hoe staat de minister tegenover dit idee van een dam? Om dat eventueel ook uit het klimaatfonds te halen.